Doen jullie mee? Ja. Vandaag vindt in Arnhem een actie plaats. Iedereen mag zoenen. Wat is deze actie en wat was de oorzaak? Iedereen mag zoenen is georganiseerd omdat het belangrijk is dat alle mensen in Nederland elkaar de liefde kunnen tonen. En de aanleiding was het bekladden en het ingooien van abris van Suit Supply, de zoenende mannen. Kijk, je kunt best wel iets van vinden, dan kijk je gewoon de andere kant op, dan is het klaar. Wat vindt u van zo'n poster in bushokjes met zoenende mannen? Ja, dat moeten ze zelfs weten. Ik had die gelast al, maar ja, het is een kwestie van openbaring, hè. Tegenwoordig zie je van alles. Ronnie en Jasper, het is ongeveer een jaar geleden dat die mishandeling plaatsvond in Arnhem. Dat is wat er van over is, van de klap die hij zaterdagnacht heeft gehad. Dit zijn mijn tanden, laten we maar zeggen. Hoe gaat het nu met jullie? Steeds beter. Ik heb gewoon weer het gevoel dat ik langzaam de oude Ronnie aan het worden ben met wat kleine beperkingen. Maar het gaat de goede kant op. Naast mij staat Gerry Elfrink, namens het gemeentebestuur van Arnhem. Fijn dat je er bent en ik wil je uitnodigen om naast mij te komen staan. Yeah. Doen jullie mee? Ja. Zo Gerry. Hallo. Hoe was dat? Heerlijk, heerlijk. Fantastisch. Ja, knappe man hè. Die zoen smaakte naar meer. Hij was behoorlijk enthousiast, hè? Hij ging niet even laf knuffelen. Nee, dat was geen laf knuffel. Het was een liefdevolle zoen. Hoe vindt u dat het de laatste tijd is gesteld met de vrijheid van homo's, transgenders, lesbies, bi's, het hele alfabet? Ja, in de wet is dat een stuk verbeterd de afgelopen tientallen jaren natuurlijk in Nederland. Alleen je merkt wel, ja, mensen hebben soms heel veel moeite om daarmee om te gaan. Maar soms ook bij iets wat in hunzelf zit. Er zijn ook heel veel mensen die hebben dat soort gevoelens, maar durven daar niet goed voor uit te komen. En ja, uiten dat soms op hele rare manieren. Verbaast het je dat er anno 2018 nog steeds zoveel homohaat lijkt te zijn? Het leek wel in 1970 beter te gaan. We lijken wel achteruit te gaan met homotolerantie. En dat verwacht je niet anno 2018. Nee, ik denk niet dat er iets veranderd is in de laatste jaar tijd. Je ziet er nog steeds heel erg veel, je hoort het heel erg veel. En er wordt niet goed tegen opgetreden, vind ik. U was flink aan het zoenen. Kijkt u uit dat u geen griep krijgt? Ja, ik ga mijn best doen. Dankjewel. Ik hoop dat niemand ziek wordt, want het is natuurlijk een seizoen waarin de griep ook heerst. Dat vind ik een rotvraag. Heeft u erover nagedacht? Nee, maakt het niet uit. Heb ik niet over nagedacht. Nee. Dit soort campagnes met zoenende mannen, vind je dat een goed initiatief? Ja, moeilijk te zeggen, omdat het brengt ook haat met zich mee bij sommige mensen. Echt zoenen is voor heel veel mensen heel provocerend. En hoe zie jij dat? Ben ik het absoluut niet mee eens. Ik vind, als ik kijk naar een poster buiten, is het normaal dat een heterostel zich elkaar kan zoenen, elkaar kan aanraken. Dus waarom kunnen dit niet twee mannen op een poster zijn? Moet ik dan iedere hetero poster wat ik buiten zie gaan bekladden en kapot gaan gooien? Nou, zo steek ik niet in elkaar. Ik vind het juist heel erg goed dat zo'n groot bedrijf deze campagne heeft opgezet. En de impact is heel erg groot. Maar het beweegt wel weer mensen om erover na te denken. Er komen kleine campagnes. Dus ik denk wel dat het uiteindelijk allemaal bij gaat dragen aan het aan een grotere doel. En dat is hopelijk meer tolerantie en acceptatie.